Wat wij nu vaststellen, is dat onze leerplannen eigenlijk de eindtermen zouden moeten zijn, waar wij eventueel in de marge nog iets kunnen bijschrijven, een kaft rond doen en aan onze leraren geven. Maar dat is niet de vrijheid van onderwijs. En wat wij nu weten, zouden wij ook niet akkoord gegaan zijn met het eindtermendecreet eerste graad. En ik denk dat u daar straks van de Steinerscholen gehoord hebt, dat met wat zij nu weten over die alternatieve eindtermen, u moet het straks maar eens vragen aan hen, dat ze ook niet meer akkoord zouden gegaan zijn met het eindtermendecreet eerste graad. Als elke weg vastgezet wordt, zowel het maken van leerplannen, zowel de piste van de alternatieve eindtermen, ja, dan kunnen wij toch niet anders als vrije onderwijsverstrekkers dan nadenken over ja, de laatste redboei die de rechtsstaat ons biedt, en dat is het grondwettelijk hof.